Amsterdam, zoals bekend, een stad als geen ander. Vroeger hadden we er de provo's, de damslepers en de kabouters. Vandaag houdt de jeugd er zich bezig met het maken van graffiti. Troosteloos beton vraagt er om volgespoten te worden. En als het op een mooie manier gebeurt, hebben weinig mensen er moeite. Maar het is de graffitiers niet alleen te doen om het opfleuren van Amsterdam. Voor hen speelt nog wat anders mee. De spanning, ja, zeker. Ja. Nou, het is zo, de heftigste plekken waar het gevaarlijkst is, daar werkt het meestal het best. Maar ja, drukke punten. Ja. En je kan natuurlijk achteraf in de steeg iets maken, maar waar niemand het ziet, daar is niet zoveel spanning. Maar daartussen schipper je heen en weer. Hè? Het is natuurlijk de bedoeling om de mooiste dingen op de belangrijkste plaatsen te maken. Maar het is wel een wegwerpcultuur, hè? Graffiti. Ja, helaas wel. Openbare weg, hè? Je hebt er geen vat meer op. Als het er helemaal staat, dan weet je niet wat ermee gebeurt. De gemeente maakt het schoon of iemand anders gaat er overheen. Maar daar is de truc om iets zo moois te maken dat iedereen het respecteert. Ik als graffitier, ik respecteer ook andere kunstwerken. Dus ik ga niet over monumenten of panden, mooie panden heen. Maar iets wat lelijk is, daar mag ik overheen spuiten. Zakgeld begint het mee. Maar het wordt natuurlijk ook spuitbussen gestolen, daar begint het mee. Ja. Maar op een gegeven moment, met opdrachten, dan hou je altijd spuitbus over. Dan kan je na de opdracht nog een keer de stad in. Gratis kunst aanbrengen. Tegenwoordig spuiten de jongens dus ook een opdracht de gevels van bijvoorbeeld een winkel vol.